En dan hap. Ja, want God zegt over jou, Hans, ik ga jou vandaag bevestigen dat jij een apostolische bediening hebt. En vaak doordat wij over onszelf een beetje voorzichtig zijn, hè, maar dat heb je wel degelijk. En jij roept dingen tot stand in de naam van Jezus. En God zegt, ik zoek mannen en vrouwen zoals jij, die ook daadwerkelijk hetgeen wat geprofiteerd wordt tot stand roepen. En zegt, oké, dit is uw wil, nu gaan we dat doen ook. En God zegt, dat is wie jij bent. Jij pakt het dan bij de koe bij de horens en zegt, oké, u zegt dat we moeten bidden, dan gaan we bidden. U zegt, we moeten dit doen, dan doen we dat. En dat bewondert God ook heel erg in je. En hij zegt, maar nu is het, vandaag is de dag dat je het ook echt voor jezelf in gaat geloven. Want er is heel veel negativiteit over jouw leven uitgesproken. En heel veel mensen hebben niet in jou geloofd. Maar God zegt, dat wil niet zeggen dat ik niet in jou geloof. En niet in jouw bestemming geloof. En niet in jouw roeping geloof. En dat jij er ook in moet blijven geloven. Want jij bent geroepen voor de tijd als dit. Alles hiervoor was mooi en geweldig en goed. Wil God ook helemaal niks over zeggen, maar hij zegt, je bent wel geroepen voor deze tijd. Want er zijn veel mannen en vrouwen nodig die daadwerkelijk dingen gaan organiseren en tot stand gaan brengen in de naam van Jezus. En dat spreek ik over je uit in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Nou, dank u wel. Zal ik aan jou teruggeven? Wat is